de aanwezige toeschouwers maar eens gaan staan voor de entree van hun heldinnen. Die van Fortuna. Die 4 wedstrijden gespeeld hebben. Ze alle 4 gewonnen hebben. Doelsaldo 12 voor, 2 tegen. Ajax een uitstekende week achter de rug. Waarin het zich als eerste Nederlandse club in het vrouwenvoetbal plaatste voor de groepsfase van de Champions League. Grant, als Tuin mis zit, zou hem zomaar meteen een kans kunnen opleveren voor Ajax. Grant in 2 instanties die bal voor krijgt. Daar is Sabajo. En dan is daar Leuchter en is dat bijna al 1-0 voor Ajax. Na iets meer dan 20 seconden. Corner Wullaert. Weggehaald door de Sanders. Morees met de voorzet. Dat is een goede voorzet en ook een goede redding van Eijk uiteindelijk. Op die volley van Antonsdóttir. Morees met de voorzet. In 1 keer gevolleerd. Echt goed geschoten. Hoekstra slordig. Knol. Uitstekend. En de volgende hoekschop voor Fortuna. Dat Van Gogh ertussen zit. Goeie actie van Anna Knol. Die eerst de bal onderschept bij Hoekstra en vervolgens de Sanders door de benen speelt. Volgende volley en Leuchter. Er is over nagedacht bij Fortuna. Deze corner. Is die paas niet goed en kan Tuin oppikken. Voorzet Tuin is uitstekend. Van Eijk. Kouw komt daar net niet bij. Dan zou Leuchter er vandoor kunnen. Links is Hoekstra helemaal vrij. Leuchter heeft het gezien. Hoekstra paast hem bijna in de handen van de keeper. Noordam zou het kunnen gaan proberen. Doet dat ook en dat is helemaal niet zo'n gekke poging. Oeh, Van Diemen. Levert zo in bij Grant. Dan is hier Leuchter en is het buitenspel. Dus gaat dit doelpunt niet door. En komt vooral Samantha Van Diemen heel goed weg. Onverklaarbaar wat Van Diemen daar doet. En dan is het inderdaad buitenspel van Leuchter. Die wel onderweg terug is om achter die bal te komen. Maar net te laat is. Hier is Leuchter opnieuw. En nu is het wel raak. Althans, het is weer raak. Maar nu telt hij. Zelfde hoek, maar nu niet vanuit buitenspelpositie. En hij heeft Romee Leuchter weer het doelpunt te pakken. Nog verder. Johannes. Aangetikt en een vrije trap voor Ajax. Er gaat een kaart komen. Niet voor degene die de overtreding maakt. Dan Delacauw die geel gaat krijgen. Ja, voor dat eerdere moment. Daar wordt ze vol op de voet staan. Bij Van Gogh. Voordeel gegeven door Van Laren. En dan wordt Johannes onderuit gehaald. En is het Dinkla die redt. Spitsen. Oeh, Dinkla, en is die bal over de lijn geweest of niet? De grensrechter houdt de vlag naar beneden. Wullaert heeft wat ruimte, kan spits op gaan zoeken. Wullaert en weer Van Eijk. Wullaert naar binnen. Echt een fantastische redding van Eijk. Spitsen, nu zit ze er maar half aan en is Hulst er vandoor. Charlotte Hulst, nou daar is Wullaert. Oh, Hulst doet het zelf. En Wullaert, ja, schudt het hoofd. En ik vind dat ze gelijk heeft, Tessa Wullaert. Hier moet ze hem gewoon afleggen. Onvoorstelbaar. Tuin. Delacauw. Wullaert is er nog niet. Wel, Antonsdóttir. Weer een bal geplukt door Van Eijk. Spitsen naar Johannes. Sabajo. Makkelijk gegeven deze vrije trap. Door Van Laren. Net even tegen het been aangelopen door Antonsdóttir. Jazeker. Romee Leuchter doet het opnieuw. En zet Ajax op 2-0. Het is precies over de muur heen. Het is weer Wullaert trouwens die daar een beetje wegduikt. Ólafsdóttir Groos. Daar is Wullaert. Daar is Antonsdóttir en Van Eijk. Het lukt Fortuna maar niet om een doelpunt te maken. Langs de Sanders. Hoekstra is er langs en keepster uit het doel. Hoekstra met de 3-0. Dan is er en geen verdediger meer mee met Hoekstra. En er is geen keeper meer in het doel. Rustig afgemaakt door Tiny Hoekstra. Dat is goed van Wullaert. Davidson naar Delacauw, terug naar Davidson en weer Van Eijk. Links is Hoekstra. Hoekstra 4-0. Mooie goal van Tiny Hoekstra. Het wordt Ajax nu wel heel makkelijk gemaakt door Fortuna. Het is een fijne goal van Tiny Hoekstra. Weer gaat het mis. Isabella Hoekstra. Knap gedaan. Zelf. En Leuchter voor de rebound. Nee. Leuchter wil een penalty. Fortuna is het echt helemaal kwijt. Geen schip meer van de ploeg uit de eerste helft. Dit is een hele fijne actie van Isabella Hoekstra. Gaat net goed. Voor Ajax. Nu kan alsnog Fortuna in de aanval. Davidson. Nou, nu dan. Delacauw weer geen goal voor Fortuna. Er gaat gewoon niks langs Regina van Eijk komen vandaag, zo lijkt het. En afgelopen. Ajax wint met 4-0 bij Fortuna. De cijfers doen vermoeden dat Ajax veel en veel beter was. Dat was alleen het laatste gedeelte van de wedstrijd zo. En Ajax sluit dus een week die toch al zeer succesvol was af. En een knappe overwinning.